Ik sta hier bij het huis van Katoen en Nu. En vanmiddag worden hier voor de OVA pakketten uitgedeeld. Kobi Noordhof, je bent de organisator van dit hele gebeuren, geloof ik. En hoeveel pakketten worden hier uitgedeeld? Nou, weet je, de organisatie ligt inderdaad bij de OVA. En dat doen we met een hele groep vrijwilligers. 20 om precies te zijn. En wij gaan 245 pakketten uitdelen. Zowel aan alleenwonenden als ook aan echtparen. En dat zijn allemaal leden van de ouderenvereniging Almelo. Juist. En hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om dit coronaproef te kunnen laten verlopen? Nou ja, we hebben natuurlijk over nagedacht van we willen graag de ouderen verrassen met een pakket. Omdat een aantal activiteiten niet door konden gaan. Maar hoe doen we dat coronaproef? Want dat heeft bij ons natuurlijk prioriteit. Nou, we hebben dus de pakketten laten bezorgen bij het Huis van Katoen en Nu. En dan hebben we een soort doorrijstraat. De bezorgers komen hier met de auto langs. We pakken de pakketten in en ze rijden gelijk weer door. En dan bezorgen ze ook weer coronaproof bij de ouderen. Dus geen kopje koffie, geen koekje, geen praatje. Alles zo snel mogelijk doorlopen. Dat komt dus helemaal goed. Het komt helemaal goed en we zijn heel blij dat we zoveel ouderen een steuntje in de rug kunnen geven. Heel erg mooi. En ja, die activiteiten die gaan voorlopig ook niet door, hè? Nee, we hebben gedaan wat we doen konden. Alles volgens de RIVM-richtlijnen. Maar nu wordt het toch wel heel erg penibel. Dus we hebben bloemschikken afgezegd en ook de inloop. Maar eind januari dan hopen we weer volop te beginnen. En we hebben een heel mooi thema volgend jaar. Dat is kunst en cultuur. Dus het enthousiasme, dat gaat niet weg? Nee, het enthousiasme dat behouden we. En we proberen ook naar elkaar om te kijken. En elkaar ook vast te houden. Zodat de ouderen van de OVA gewoon betrokken blijven bij elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Dankjewel en succes. Dankjewel.